Ze hadden dan eerst mij gevonden en dan moest ik al de meisjes die voor mijn dochter gingen spelen of al mijn ex-vrouwen, moest ik al die audities doen. En met Anemone, de mensen, de regisseur en de mensen die er waren, die kregen al kippenvel. En wij zaten gewoon in een zaaltje, zonder de kostuums, gewoon dat aan het doen. En die kregen al kippenvel. En ja, dat is fantastisch spelen. Je hebt verschillende soorten acteurs, maar ergens denk ik wel dat wij een beetje van dezelfde soort zijn. Dat kun je heel goed samenspelen. Maar één keer één scène, en waar dat wij het uithaalden, wij hebben daar iets... Ja. Dat heeft ons, die situatie greep ons en wij deden iets dat er niemand voorzien had. Wij niet, Peter niet, niemand niet. En dat was, ik kreeg weer een kippenvel ervan. Ik vond dat nu zo'n maffe scène dat we opgenomen hadden. Dat eigenlijk meer krijgt allemaal onbewust dan wat er in het scenario zelf stond. En dat scenario vond ik al zo goed. Ja, het boek is beter dan de film. Hoe concreter het scenario, hoe concreter het beeld in je hoofd. En des te meer dat dan gepaard gaat met ook wat de regisseur denkt. Want dan betekent dat hij gewoon een zeer constructief zijn scenario heeft geschreven.